Yo bitches, what's Gucci? Ik ben hier met Kat. En we hebben vandaag iets superleuks, want ik ben echt een vette originele YouTuber. En ik heb een eigen challenge bedacht. Wat we vandaag gaan doen is Jenga spelen. Maar op de blokjes staan allemaal dingen die vies zijn. En als je die dus uittrekt, dan is het, ah nee, eten en zo. En ja, jammer. De dingen zelf zijn misschien niet heel vies, maar wij vinden het vies. Er zit ook nog een soort challenge in, want degene die hem omgooit mag spruitjes eten. Mogen dat nou allemaal lekker. Ja. Ja, je gaat lekker met twee handen doen. Je speelt nu al vals. Ik heb een blauwe sticker. Oké, ik geef nu aan Kat een dilemma. Of ik stel een vraag. Op het moment dat zij die niet wil beantwoorden, dan moet ze eten. En dat is ook nog eens iets naar keuze. Maar wat moet ze eten? Oh, dat is naar keuze. Oké, ja, pas op. Nou, Kat en ik zijn vriendinnen, maar we hebben nog meer vriendinnen in een groep. Nee, dat kan je niet maken als je denkt wat je nu gaat zeggen. Wie vind je het aardigst? Michelle, Sanne of ik? Oh, dit is echt. Maar Nika, dit kan je niet maken. Nee, natuurlijk niet, maar ik wil dat ik iets eet. Als ik iets moet eten, wat moet ik dan eten? Dan ga ik voor de zongedroogde tomaat. Oh! Ja, maar dit is heel stom, want ik vind jullie alle drie hartstikke aardig. Alleen, ik ga de laatste tijd meer om met jou. Dat is waar. Dus dan vind ik jou het aardigst. Ik ga geen zongedroogde tomaten eten. Wow! Ze kijken ook echt deze video. Ja. Ik hou voor jullie allebei, maar ik mag niet te maar laten. Maar ik krijg al veel lekker, ja. Wat? Heb je nog Jenga gespeeld of zo? Dit is het stapelspel niet. Zo, maar dat je dit soort vragen stelt, dan moet je niet... Oh, ik ga je helemaal kapot maken. Oh, je mag niet meer met twee handen doen. Oké, maar dat zei je niet van tevoren. Ja, dat is gewoon het spel hoor. Wat wil je eten? Rabarber confit. Who's your daddy? Als ik hem nu overkrijg, dan... Ja, natuurlijk niet. Nou... Ja, maar dat komt omdat ik erop heb geslagen dan. Ja. Oh yeah! Ik ben dus ook duidelijk te zeggen. Maar wel één grote lepel. Oh, wat stinkt. Dit is trouwens een kotsbak. Wat is al heel veel. Eeuw, ik ga spugen door die geluiden. Wat? Ik kan mijn grond lukken. Is het weg? Ma. Godverdomme. Dit is zo vies. Oké, wacht, kijk. Nou, smaak valt dus best wel mee, maar... Niet zo'n grote hap doen hoor, want je stikt gewoon bijna. Dan zijn we naar de dood. Oeh, smooth. Sambal! Oké, dat vind ik wel kut. Maar ik had het leuker gevonden als jij die had. Moet je dit doorprikken? Het begint nu wel een beetje pittig te worden. Dat is Erik. Mijn mond brandt. Ja, maar jij kan niet tegen pittig, dus als jij dit, ga je niet kapot. Dit gaat niet goed hoor. Ik trek de hele toren uit elkaar. Of doen we wel met twee handen? Nee, geintje. Je mag niet meer met twee handen. Nee, nee. Want dat mocht niet. Oké, okay, je mag wel met twee handen. Want dit... ja, maar nu wil ik hem wel... Niks! Helemaal niks. Zit dat er ook in? Ja, schat. Weet je hoeveel stenen dit ding heeft? Ja, daarom snapte ik het ook niet. Haha! Oh, die sambal brandt nog steeds een beetje. Oeh, lekker voor je. Een orange. Onze cameravrouw die gaat dus een vraag stellen. Ik ga dan antwoord geven aan een schatting. Het moet een schatting zijn, dus een getal. Jij mag de marge bedenken. Ja. Hoeveel mensen hebben in het jaar, ik denk 2017, 2018, chlamydia gekregen? En hebben zich daarvoor laten testen? Oké. Okay. Want chlamydia kun je ook krijgen zonder dat je het door hebt. Waarom kijk je dan naar mij? Maar als je het hebt, dan hoeft het ook niet per se te zijn dat je symptomen hebt. Dus laat je altijd testen, schatten. Of doe het gewoon veilig. Living on the edge! Hoeveel mag er buiten zitten? 5000. 37.340. Nee, 20.000. Oh jammer, ik wilde eerst 28.000 zeggen. Wat je ook niet gered. Ook niet gered, maar dat was wel een soort van wow. Ik wil je eigenlijk zongedroogde tomaten geven. Maar ik ben ook benieuwd hoe jij gaat reageren op die vieze zooi. Nee, olijf! Ik wil dat je een olijf eet. Oké. Okay. Hele pot. Zo. Het stinkt wel, hè. Eeuw, moet je... Zo, ik hoop dat je geen afspraakjes hebt vandaag. Laat hem eerst even lekker door je mond glijden. Mmm, dat je alle hoekjes... Oh, lekker kauwen. Mmm, lekker olijven.
Hoor je ook smakgeluiden op dat ding? Oh. Je moet er alsnog. Nee! I tricked myself. Even kijken hoor. Cider vinegar. Oh, jeez. Je gaat erin dood hier. Zo, maar dit is zo sterk. Het is een soort van... Maar is het nog niet leeg? Nee, weet ik. Ik moest toch sippen. Zo, waarom mag ik het niet shotten? Ik vind... Oké, laatste beetje mag je shotten. Je moet, maar ik wou dat je het even geproefd had. Ik hoop zo dat jij dit ook krijgt. Een oranje. Ja! Oranje. Maar misschien heb ik hem wel goed, hè. Pas niet. Hoeveel kost een struisvogel-ei? Oh mijn god. Dat zou ik ook niet weten wat een goeie. Wat is de marge? 100 euro. Ja. Ik denk dat die best wel zeldzaam zijn. 300 euro kost. 25 euro. Waarom zeg je dan 100 euro? Nou, ik dacht dat is echt een collectors item. Dat dacht ik ook. Toen ik het opzoek, is dat er 25 euro. Dacht ik, oh. Nou, doe nog maar twee. Ik wil je nu eigenlijk zo graag die shit geven. Maar... Je moet ook bedenken dat ik net op camera voor... De hele wereld heb toegegeven dat ik jou aardiger vind dan de rest. Ja, maar dat is niet gek. Dat is toch logisch? Nee, ik doe toch deze. Sorry, maar ik... Oh. Ja, maar dan heb jij het ook even geproefd. We zijn samen in dit. Want ik proef het daarom nog steeds in mijn mond. Is goed. Ja. Oh, het is echt heel vies. Ik heb helemaal kippen van me. Ja, het is echt heel vies. Maar het is een soort zuur. Daardoor ga je toch wel speeksel aanmaken. Alsof je meer wil maken. Ja, er zit wel drank in. We worden gewoon dronken, hierna niet. A blue one. Wacht, oh dan moet jij... Nee. Oh my god! Ik ga wel. Je bent ergens, of je moet mij redden van de dood, of je redt, hoeveel mensen doen, 100 mensen van de dood. Dat vind ik echt totaal geen moeilijk. Ik ken die 100 mensen niet. Dus dat nee, nou, dan ga ik het anders zeggen. Ja, dat is dit aanpassen. Ja. Dat klopt. Uit de aard, dus een soort semi-bekende. Maar bijvoorbeeld als erin zit, ja, be my guest. Shots fired! Met de kans dat daar een familielid bij zit. Ja, trouwens weet ik veel. Als het gewoon bekende zijn, mensen die ik in de directie of zo, ja, sorry man, maar dan kies ik voor jou natuurlijk. Eeuw! Wat? Nee, maar ik vind... Oh my god! Ja, dan moet je nu dit en de spruit, hè? Want... Ben je na de inzicht? Wat een heerlijk spel! Wat heb ik dat toch leuk bedacht! Ik vind het echt heel erg vies. Ja, maar je hebt maar één zon gedaan. Ja. Om je tegemoet te komen. Ik neem hem ook, maar moet jij wel echt de spruit eten? Die ga ik dan niet eten. Nee, is goed. Maar dan hoef ik deze niet. Jawel. Ik sta er alleen bij. Kijk eens, meisje. Heerlijk! Als ik ooit iets zou kunnen doen zonder dat iemand het weet en dat ik daar niet een straf voor krijg. Misschien wel degene vermoorden terug in de tijd die zo'n gedreugdtomaat heeft uitgevonden. Niek, ik durf het gewoon niet. Mijn receptuur is zo vies. Vind je het erg als ik het niet doe? Ja. En dat ik dan 3 spruiten eet? Nee! Ja, ik ben wel een baasje. Om jij er 10 keer op kouwen, maar even niet door te slikken. Goed? Ja. Ik heb nee. Nee, zo werkt dat niet. Ik zei dat ik het echt heel vies vind. Oh ja. Nou, nog één appel voor de sfeer. Maar oké, dan maar. Is goed. Is goed zo, schat. Ik vind het gewoon echt vreselijk. Oké, nou dan wel echt 3 spruitjes. Oh, nu wel. Jij hebt het niet doorgeslikt. Jij ook niet. Nee, maar ik hoef het niet te doen. Ik deed het voor jou. Die dingen die eruit komen, godverdamme, dat vind ik zo vies. Nou, ik vind het helemaal niet vies, maar ik heb altijd volgehouden dat ik dit vies vond. Het is niet eerlijk, want dan heb je en verloren en één getrokken en heb je allebei niet opgegeten. Gadver, die spuiten stinken. Antwoorden of eten, ja? Oké. Wat is iets wat jij niet hatelijk, maar soms vervelend vindt aan mij? Oké, zou ik heel eerlijk zijn? Ik ben heel Kijk, wij gaan altijd op vrijdagavond naar de Fred. Oh, ja. Maar soms ga je dan eerder weg. Oh. En op die momenten vind ik je echt stom. Ja, maar kijk. En dan zit ik ergens en denk ik, oh, echt stom dat Nika weg. Dan denk ik, waarom moet ik hier blijven? Ik vind het wel een goeie, want het is ergens nog een soort... Ja, maar dat is wel het enige wat echt in me opkomt. Omdat ik denk,
op wat voor moment heb ik nou echt gedacht dat ik dacht van nou niet, dat vind ik nou niet leuk. Dat is wel vaak gebeurd, ja. Maar eerder weg is ook niet om 11 uur al. Dat is dan om 3:30, dat is om 4 uur. Ja. Dan zit ik er nog tot 6. Zullen we een gembershotje nemen? Ja, is goed. Dat werkt vast. Mijn voor nek verdiend. Volgens mij vindt ze jou veel aardiger, Sanne. Nou, Michelle nog steeds bij Michelle nog steeds niet. Oeh. Ik vind het spannend hoor, ik heb dit nog nooit gedaan. Wel zuur. Ja, oh nee! Zo, dit is bijna pittiger dan die sambal. Het is pittig. Godver. Ik krijg heel veel slijm in mijn mond. Oh. Au, dit doet echt heel veel pijn gewoon hoor. Dit is echt niet leuk. Melk! Ben je geen zere keel meer dan? Ik heb echt een hele zere keel. Ja, maar jij kan niet echt pittig. Ja. Ja. Oké, weten jullie wat Russian Roulette is? Ja. Ik dacht dat het iets met seks te maken had. Niet alles draait met seks, Mika. Oh, geitje. Wat? En dan zeg je dat je mijn aders vindt? Wat doe je hen dan al niet aan? Nou, ik heb wel trek in de peukie. Nou, ik ook wel. Dus dat is dan de afsluiting van deze video. Het was een stapelend succes! Nou, zeg dat! Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Dan hebben we een duimpje omhoog. Vergeet vooral niet een beetje lief voor elkaar te zijn. Daar ben ik nog. Die spreiden doen jou niet veel goed. Nou, ik denk dat het door die alcohol niet...